jury gaat momenteel even in beraad. Om te kijken wie er naar de eerste prijs, tweede prijs, derde. En we hebben nog een verrassing. Een verrassing voor degene die hem ieder jaar moet inleveren. Je kan er trots op zijn, maar of je kan denken, shit, moest het mij nou overkomen. Wat je kop in de club laten staan. Duidelijke letters. De jury gaat nu even in beraad en we komen dadelijk bij jullie terug. Een rijstrook wordt er afgesloten. Iedere dag dezelfde sleur. Een vliegtuig klimt naar boven. In gedachten ga ik mee. Met een heerlijke margarita. Naar een eiland in de zee. Oh,
heb ik in de kast gezet. Dat ik mij er kwijt doen. Oké. Leuk om jullie te zien. Dat ik het even zo mag doen. Ja, goed. Ah, dit is eigenlijk gezelliger. Ja. Op het eiland is, daar heeft ze wel zijn charme, maar dan moet je wel een boot hebben. Ja. Klopt. Ja. Nou ja, vorig jaar was het een succes, dus het gewoon gecontinueerd. Ja. Ja, kan ik kapot zo. En een paar druppeltjes zacht. Dat... Ja. Om deze kant op te komen met de jury. De prijs is aan bekend. De winnaars van de beker zijn aan bekend. Dus alle teams. Ik verzoek jullie om deze kant op te komen. Namens Jachthaven de toekomst. En Jachthaven de eerste aanleg. Ze hebben ons mogelijk gemaakt om deze dag goed af te sluiten. Vanavond hebben we nog een barbecue. Goed gesprek met elkaar. Hoe gaat het met jou? Hoe ga je zien mij? Bob, we houden het op zand. Is het zand? Ja, dat doen we het op zand. Hebben we alle teams hier? Hebben we alle teams? Even, ik ga even kijken naar mijn lieftallige jurylid. Karin, ik zou graag van je willen weten wie je als eerste op de derde plaats is gekomen. We beginnen bij zes. Zes, nou daar komt ie. Wie is zes? Zes is geworden Team Brazilië. Meiden, ik vond jullie goed. Ik had al nooit verwacht van jullie. Top, zelfs met een geblesseerde ertoe. We gaan naar nummer 5. Nummer 5, dat is ons oranje. Nederland met show. Hops, bedankt. En Mirjam. Die zijn nummer 5 geworden. We gaan naar de vierde plaats. De vierde plaats. Le Frans met Nathalie, Richard, Mike en Reno. We zijn de vierde. Goed. Nu gaan we echt naar de prijzen. De prijzen. De bekers. De bekers die vrij zijn opgesteld. We gaan naar de derde plaats. De derde plaats is geworden. Portugal. Kees, Benjamin, Jaco en Ralf. Jullie mogen de beker opkomen halen. En we zoomen voor onze liefdallige Karin. Ja. Helaas, we weten allemaal dat Rick nogal jaloers is. Dat was de derde plaats. We gaan over. Er zijn nog 2 teams over. Voor de tweede of eerste plaats. De tweede plaats is geworden. Met een minimaal verschil. Dat is Spanje met Dina, Pieter,
vrouwen zijn tweede. Ja, we hebben de eerste plaats natuurlijk. De eerste plaats voor de fanatiekelingen onder ons. Die worden uiteraard beloond met een zoen van onze Karin en van mij. Ja, uiteraard. Zo'n gelegenheid laat ik niet voorbij gaan. Het was scherp. Close. Nabij. Nummer 1 is geworden. Argentinië. Met Annette, Wim, Bo. En Vera. Jullie zijn de trotse winnaars van de eerste plaats. Ja, Annette, je bent de eerste. Annette, je bent de eerste. Ik heb hier 20 euro trouwens zien geven bij je. Ja, ik heb 20 euro. Ja, nee, jij is het niet. Tuurlijk. We hebben nog iets anders. Iets nieuws. Voor de eerste keer is dit in het leven geroepen. En het is een soort met wisselbokaal. Het is voor de zandhapper. Wat houdt de zandhapper in? Degene die het fanatiek is. Degene die een blessure oploopt. Degene die moet afhaken. Het hele team wat eigenlijk omlaag is gegaan. Dat is Team Brazilië voor de zandhapper. Dat is Carola, Helman, Brianne en Marco. En Nathalie. Nathalie, jij hoort er nou ook bij. Ik weet niet waar je bent, maar je hoort er bij. Dit zijn de zandhoppers voor het jaar 2014. Marco met zijn meiden. En toch moet hij steeds zelf doen. Helaas. Goed, dit was het gebied op de spelletjes. Ik wil iedereen bedanken dat we dit hebben gerealiseerd. Dus jullie wil ik heel hartelijk bedanken. Karin, Rick en onze hoofdscheidsrechter Rinde. Vooral wil ik iemand speciaal bedanken die het allemaal wist te realiseren. Dat is toch de heer Harold Wiegmans. Dankjewel. Uiteraard met twee jachthavens. De eerste aanleg, de toekomst. De havens waar het altijd gebeurt. Waar het gezellig is, waar we mensen kunnen gebruiken als donateur, als lid, als zuilcommissie. Het maakt niet uit. Goed, ik bedank jullie voor deze. We gaan zo maar lekker eten. We gaan de barbecue aansteken. En nogmaals, bedankt. En trouwens, waar? En namens de organisatie, de jury en alles wil ik ook een hartelijk applaus van alle omstanders voor die bloedbieten naam die het hier aan elkaar gekregen hebben. We zijn er niet klaar. We hebben mensen nodig. Vanochtend half acht opgestaan om de spelletjes op te halen. We hebben mensen nodig die ons even willen helpen om de spelletjes weer op te ruimen. Ik zie dat jullie grote getallen gelijk aanmelden. Dat is ook weer niet de bedoeling. Maar wij moeten morgen om 8:30 weer alles terugbrengen. Dank u. Check it out.